elk dier is anders. Ja. Maar uiteindelijk zijn het gewoon ontzettende ondeugende kleine monstertjes. Ja, ja. En die planten die heb je ertussen gezet voor de show? Ja, die hadden wel een bedoeling, maar goed, even, kijk even naar buiten met de planten. Ja. Dat doen ze ook niet meer, dat doen ze ook meer. Het probleem hier is het stof. Ja, ik zie het, ja. Ik heb hem helemaal ondergestopt. Ja, helemaal onder, een beetje, deze stand is gewoon net als buiten. Binnen is net als buiten. Als je dus vocht erop krijgt en op stof, dat gaat pakken op een gegeven moment. Ja. Dan krijg je niet meer af. Nee. Nee. Maar goed, ik geef nooit op, hè? Nee, heel goed. Want hoe mooi zou het zijn als ik door middel van planten kan ontdekken dat je geen lucht was met deze stad. Ja, dat zou geweldig zijn. Ze hebben hun staartjes gewoon. Heb je daar last van of niet? Ja, soms wel. Want als ze eenmaal een beetje bloed ruiken, dan... Als ze eenmaal eraan beginnen, dan moet ik kijken. Ja, ik zie die hele lid slaan. Dan wakker worden. Nou, ik word hier zelf heel erg blij van, moet ik heel eerlijk zeggen. Die twee en dat hokje ernaast, die waren heel ziek. Die heb ik bij de anderen uitgehaald die ik daar niet heb gedaan. Ja? Dat is wel zo. Op het moment dat jij dat ze wat markeren, moet je ze eruit halen. Oh ja? Ja. Ze zijn gewoon heel veel witblauwtje. Ja, dat is gewoon het recht van de sterfte. Ja, absoluut. En dus die apart zitten, die hebben wat extra aandacht krijgen. Ja. Hé, hey, en wanneer komen ze hier? Een week van tevoren komen ze hierin. En dan hebben ze in eerste instantie gehad ze de 4 kraamhokken. Ja. Ik heb het nu gereduceerd omdat ze daar gewoon moeten smeren. Maar ik geloof heilig in hoe mooi is het. Ja, dan moet je het ook op iets anders maken. Maar vorige week hebben ze in de tweede bak gezeten. Ze zijn een hele tuin opgeproefd. Nou, ik had vandaag geen lachen, maar ik had net allemaal weer. Maar goed, ze hebben voor alles kapot gemaakt. Maar hoe mooi zou het zijn als we daar wel iets mee kunnen? Dat die planten mijn lucht in de stal zuiveren. En in het begin ging het zo mooi. Je hebt eigenlijk gewoon hulp nodig van iemand die dat uitdoktert. Nou, eigenlijk zou de regering dat belangrijk moeten vinden dat dat uitgevonden gaat worden. Nou, wij kunnen samen wel een goede middenweg vinden volgens mij. Ja, ik denk het ook. We hebben een heel leuk gesprek gehad. Ja, absoluut. Ja. En ik denk ook wel dat het vertellen en het luisteren naar elkaar heel belangrijk is. En die mis jij soms en die mis ik soms. Ja. En niet eens bij elkaar, maar ook bij waar je voor staat. Ja. Absoluut. Ja. Ja.